feestje. Nu hebben jullie iets om te delen, hè, June? Hallo, hallo lieve mensen. Wat super leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. Ik wil je allereerst de beste wensen voor 2023. Ik ben sinds 2022, december of november, niet meer actief geweest op YouTube. En voor degenen die de vorige video hebben gezien, die hebben toen gezien dat ik gestript was met 39 weken. En ik heb echt de langste zwangerschap tot nu toe ervaren. En dat was namelijk 41 plus weken. En ik had jullie al op Instagram het een en ander gedeeld. Ook van, ja, over Lori en over de bevalling. En daar ben ik nog best wel wat actief op geweest de afgelopen anderhalve maand. Maar hier op YouTube is het even helemaal plat komen te liggen. Want ja, ik had gewoon andere prioriteiten. En überhaupt ook bevallen van een derde kindje. En nog twee hier rondlopen die ook gewoon alle aandacht van me willen. Dus het was best wel even, ja, pittig de afgelopen maand. Maar ik kan jullie zeggen dat ik nu weer lekker in de flow zit. In een routine, ook met baby erbij. Ze is er eindelijk. En we zijn echt super blij met onze kleine Lori. Ze is zo'n lief schatje en zo tevreden. Het is in het begin ook weer echt even wennen geweest. Omdat, ja, ik bedoel, het is toch weer 2,5 jaar geleden voor ons dat we echt een newborn baby in huis hadden. Juna de laatste. En nu is Lori erbij en moesten de eerste twee weken ook echt weer gewoon wennen aan het feit dat je weer heel voorzichtig moet doen. Juna lijkt opeens echt zo'n reuzenkind en Nela ook naast Lori. Omdat, ja, het is gewoon zo klein en echt zo'n mini pakketje wat je weer, ja, weer vasthoudt. En de meiden die zijn ook zo, zo aandoenlijk met haar. Het is echt, nou ja, mijn hart verwarmt er helemaal van om hun zo samen te zien. En wij genieten echt intens van deze, ja, deze fase. Ik wil ook gewoon vanaf nu weer heel veel momenten gaan vastleggen. Dus vandaar dat ik ook dacht van, weet je, ik ga gewoon de camera aanzetten. En gewoon beginnen. Want anderhalf maand later, ja, ik ben weer bijgekomen. Ik zit in een lekkere routine. In een goede flow met baby erbij en met twee kinderen. Dus ik dacht, ja, ik ga dit gewoon doen en weer lekker starten. En ook jullie weer een beetje meenemen in ons leven. Want dat, ja, voor later is dat voor ons ook natuurlijk hartstikke leuk om terug te zien. Dus vandaag ons bevallingsverhaal. Of eigenlijk mijn bevallingsverhaal. Want uiteindelijk heb ik het zelf gedaan met aanhang. Het was een hele bijzondere derde bevalling. Dus ja, ik kan jullie in detail alles wel gaan vertellen nu. In hoeverre alles nog vers in mijn geheugen zit. Want ja, mijn hoofd is nog steeds een beetje pudding. Dus ja, groene smoothie erbij. Ik zou zeggen, pak er ook wat te drinken bij en wat lekkers. Want dit wordt denk ik best wel een lange video. Hoewel de bevalling eigenlijk wel vrij snel ging. Maar ik wil jullie ook even meenemen naar hoe het de weken ervoor ging. Dus laten we beginnen met de week voor mijn bevalling. Toen heb ik jullie al verteld dat ik dus gestript werd met 39 weken. Omdat ik nou, een beetje ongeduldig begon te worden. Ook steeds meer klachten, lichamelijke klachten. En ik vond het gewoon echt wel, ja, heel pittig met twee kinderen. Voor degene die mij niet volgen en nu voor het eerst deze of op mijn kanaal zijn gekomen. Ik heb dus een dochtertje van bijna vijf. En de ander is 2,5. Nela en Juna. En Nela, de oudste, die zit nu op school. En Juna die zit op de opvang. Dus ik heb wel gewoon heel veel vrije dagen nog gehad voordat ik ging bevallen. Maar ik vond het wel gewoon heel pittig om hun 's ochtends aan te kleden. Hoogzwanger. En om hun ook nog de aandacht te geven tussendoor, terwijl ik gewoon ook echt zo'n toeter had van een buik en voeten. Niks werkte eigenlijk meer mee. Dus op een gegeven moment zei de verloskundige van, oké, okay, kom dan langs om te strippen. Dus ik ben daar naartoe gegaan en hebben ze dus met 39 weken gestript. En dat vond ik persoonlijk niet echt een hele fijne ervaring. Ik heb daar ook nog beelden van in mijn vorige vlog. Dus mocht je dat nog niet hebben gezien, ik zou zeggen, check dat dan eventjes. Want daarin vertel ik ook wat meer over hoe ik me daarna voelde. Ik was wel naar 3 centimeter ontsluiting gegaan na het strippen. Maar verder, gewoon, het ging rommelen en ik had heel veel krampen. Maar verder gebeurde er ook niet zoveel. Tot een paar dagen daarna. Toen had ik 's ochtends vruchtwater verloren. En de verloskundige die kwam naar me toe. En die zei van, ja, ik weet niet of dit vruchtwater is. Want het is te weinig en ik kan het niet echt goed. Ja, ze konden niet echt goed inschatten of het dan echt vruchtwater was of gewoon een plasje. Maar ik was die ochtend June aan het aankleden voor de opvang. En ik voelde gewoon dat het vruchtwater was, want het liep echt een beetje eruit. En ik had eigenlijk geen enkele keer tijdens mijn zwangerschap van die ongemakken gehad dat ik ineens moest plassen of zo. Dus ik dacht, dat moet het gewoon zijn. En het rook ook een beetje weeg. Dat is het juiste woord, vind ik, daarvoor.
Voor degenen die zijn bevallen, die weten wat ik bedoel met die weeggeur. Want dat is eigenlijk gewoon het vruchtwater wat je verliest en wat je ook ruikt tijdens een bevalling, dat wegen. Ja, dus dat zat echt wel overduidelijk in mijn onderbroek. En de verloskundige die twijfelde dus. Dus op een gegeven moment zei ze, weet je, voor de zekerheid gaan we gewoon een afspraak inplannen voor de maandag. Dus dat zou dan na het weekend zijn. Om dan naar het ziekenhuis te gaan en daar nog de final controles te doen. Mocht het dit weekend niet doorzetten, aangezien ik geen weeën had. Terwijl normaal gesproken, met mijn vorige bevallingen had ik 2 keer dat mijn vliezen braken. En dan voelde ik ook echt een plop en kwam er heel veel uit. Toen voelde ik ook meteen een uur daarna krampen, weeën. Dat ging heel snel. Dus nu kwam er niks eigenlijk nadat ik vruchtwater in mijn onderbroek had geroken. Dus wij weer wachten. Ik had Wayne wel gezegd van, weet je, ik weet zeker dat het vruchtwater is. Blijf of kom voor de zekerheid gewoon naar huis. Want mocht het wel gaan gebeuren, dan ben je in ieder geval in de buurt van mij. En mis je de bevalling niet, want de vorige keer ging het bij mij dus best wel snel. Mocht je daar meer over willen weten, trouwens over mijn vorige bevallingen, dan zou ik zeggen, check even die vorige video's, want dan leg ik het echt helemaal in detail uit. Ik kan nu niet over 3 bevallingen gaan praten, want wordt deze video denk ik wel heel lang. Maar die video's link ik gewoon eventjes hier in de beschrijving, als je daar straks naar wil kijken. Maar goed, dus Dwayne kwam naar huis. Die hele dag hebben we gewoon gechilled en uiteindelijk heeft dat niet doorgezet. Tot de 26e, dus de nacht van de 26e. Toen schrok ik wakker om 00:00. Dus precies de 26e. En ik weet nog dat ik wakker schrok met ineens een hele heftige steek in mijn buik. Ik herkende het gewoon van de vorige keren dat ik ben bevallen. Dit is niet zo'n steekje die ik de dagen ervoor voelde, dus geen voorwee. Maar dit is echt gewoon een diehard kramp die je herkent. Daar kan je gewoon niet meer omheen. Het gaat gewoon nu beginnen. Dus ik heb mijn verloskundige gebeld. Ik zei, joh, weet je, ik denk dat het nu wel echt gaat beginnen. Dus zou je nog willen langskomen om te kijken naar mijn ontsluiting? En op het moment dat ze langskwam had ik volgens mij 6 centimeter ontsluiting. En best wel heftige krampen ook. Dus ik heb toen eventjes rondgepufft in huis en in de slaapkamer vooral. Toen heb ik mijn zus in de tussentijd ook opgebeld. En die waren toen ook vrij snel bij mij, want die wilde ik echt heel graag bij de bevalling hebben. De kraamhulp heb ik opgebeld, want die zou ook bij mijn bevalling zijn. Het was gewoon veel te laat überhaupt om naar het ziekenhuis te gaan. Dus het werd ook een thuisbevalling. Wat eigenlijk ook wel mijn wens was, maar dat zou eventjes afhankelijk zijn van de situatie natuurlijk. Of dat überhaupt kon. Nou ja, mijn vruchtwater was die ochtend natuurlijk gewoon helder. Nou ja, op een gegeven moment was iedereen dus bij ons thuis die ik erbij wilde hebben. Ja, was ik met mijn zus op de slaapkamer nog wat aan het uitpuffen. En op een gegeven moment kwam Dwayne weer de kamer binnen. En toen ging hij over mijn rug aaien. En dat vond ik wel heel fijn op het moment dat ik echt die weeën voelde. Op een gegeven moment stond ik met mijn zus in de kamer. En ik voelde gewoon dat er echt al een beetje persdrang kwam. Dat was echt om 12:15 s'nachts. Dus vanaf 12 tot 12:15 heb ik gewoon regelmatige weeën gehad. Maar nog niet die persweeën. En op een gegeven moment om 12:15 voelde ik wel echt een beetje al die druk daar beneden. Dat je het gevoel hebt alsof je moet poepen. Dan zei ik tegen Dwayne van, oké, je moet wel echt nu komen, want je weet niet hoe snel dit gaat. Dus hij was van beneden naar boven gegaan, want hij was beneden nog altijd aan het rommelen. Ik weet niet wat hij allemaal deed, maar ik kwam dus gewoon naar boven. Ik wilde dus mijn zussen erbij, dus die zijn ook in de kamer gekomen. En de kraamhulp en de verloskundige. Dus we waren met ze alle in de badkamer gaan staan, want ik wilde heel graag eventjes onder de douche staan, omdat ik best wel last had van mijn onderrug. Ik in de douche gaan staan, op een gegeven moment had de verloskundige de baarkruk erbij gepakt. En we hebben ook in de tussentijd helemaal niet meer gekeken naar de ontsluiting, want ze merkte al mij dat ik echt die persdrang had. Dus ze zei van, weet je, we gaan gewoon beginnen. Op een gegeven moment zat ik dan op die baarkruk te persen in de douche. En ik weet niet wat me bezielde, maar ik vond het zo niet fijn. En waarom ik het niet fijn vond, is omdat ik nog niet het gevoel had dat het lekker naar beneden zakte. Ik had wel die persdrang, maar ik voelde niet dat het zoals de vorige bevallingen ging. En met bijvoorbeeld Nela de bevalling heb ik ook op een baarkruk gezeten. En toen voelde ik echt van, oké, dit gaat hem worden. Dit is de goede houding die ik wil hebben. En dan vloept ze er zo uit. En dat was ook echt het geval met de eerste bevalling. Met de tweede bevalling was het weer heel anders gegaan. En nu met de derde bevalling dat ik op de baarkruk zat, vond ik het opeens niet meer fijn. Dus ik heb heel even dan in de douche gestaan. Ik denk dat dat misschien een kwartiertje was. Dat ik nog heb geprobeerd te staan en te persen. Dus ik vond het op een gegeven moment ook niet meer fijn. En toen zei ik van, ik wil toch op bed gaan liggen. En laten we ook gewoon weer even checken hoeveel ontsluiting ik heb. Want het voelt gewoon alsof het niet helemaal door wil zetten. Alsof er nog iets dwars zit waardoor het niet
doorzet of zo, als je snapt wat ik bedoel. Toen ben ik dus op bed gaan liggen en de verloskundige ging kijken. En toen zei ze van, ja, je hebt wel echt flinke 10 centimeter ontsluiting. Dus alles zit goed. Het enige is dat het vliesje van haar hoofd, dus om haar hoofd zat nog een vliesje. En blijkbaar was dus het, mijn vruchtwater wat eruit was gekomen, van een scheurtje gekomen boven bij het vliesje, zeg maar. Dus ik wist dat helemaal niet, dat daar het vruchtwater ook vandaan kon komen. Dus van bovenaf naar beneden. Want ik dacht, het vruchtwater komt echt als dat vliesje bij haar hoofd breekt. Maar ze gingen de hele tijd voelen en dat vliesje dat was nog helemaal intact om haar hoofd. Dus dat verklaarde ook waarom bij mij dat persgevoel wel kwam. Maar ik voelde nog dat het dus iets tegenhield. En dat had ik dus met de vorige bevallingen natuurlijk niet. Omdat die keren dat ik ben bevallen, waren de vliezen vanzelf al gebroken. Dus kwam echt die flash vruchtwater uit. En nu zat het er dus nog omheen. Ik weet nog dat op een gegeven moment ik weer op bed lag. We hebben zo'n bed die kan verstellen, dus omhoog kan zetten. Dus dat was heel fijn. Dus ik lag omhoog. Eigenlijk lag ik een beetje zo. En mijn benen wijd. Op een gegeven moment toen heb ik mijn benen vastgepakt. En zei ze van, oké, bij 3 ga ik het vliesje even breken. Dat voelt heel raar. Het voelt echt heel stug. En alsof alles dan even op spanning staat. En dan voel je in één keer zo'n tikje en het is geknapt. Dus nou, dat vliesje gebroken. En vanaf dat moment stormweeën. Echt krampen blijven maar komen. Ik kan het gewoon niet meer stoppen. En vanaf dat moment was het nog zo'n 3 keer persen. En echt keihard persen. En toen voelde ik dat haar hoofdje. Ze zeiden ook allemaal, je bent er bijna, ik ben er bijna. We zien haar haartjes al. En toen voelde ik weer die fireball. En vanaf dat moment weet ik van, oké, het zit er bijna op. Maar toch heb ik ergens dan in mijn hoofd van, ik kan niet meer, ik kan niet meer. Terwijl je bent er dan gewoon al bijna, dus dan moet je eigenlijk gewoon doorzetten, hoe pijn het ook doet. Maar het voelt dan gewoon weer even eng of zo, dus dan het liefst wil je weer terugtrekken, maar je moet gewoon echt even doorpersen en dat is wat ik heb gedaan. Maar toen ik al voelde dat haar hoofdje al er doorheen ging, toen zei ik van, trek haar eruit. Ik weet het nog goed dat ik zei van, trek haar eruit, maar echt super agressief. Ik heb de beelden ook teruggezien en dan zie je dat de verloskundige meehelpt om dat hoofdje en haar schouders een beetje eruit te krijgen. Het ziet er trouwens echt super pijnlijk uit. Ik heb nu voor de eerste keer op mijn eigen bevalling teruggekeken. En ik vond het echt intens om te zien. Maar goed, dus ik nog 1 laatste harde pers gezet. En mijn zus heeft daar op dat moment dat ik haar eruit perste aangepakt en aan mij gegeven. En dat vond ik zo'n bijzonder moment. Überhaupt dat mijn zussen erbij waren. En dat mijn jongste zusje Jorien dan ook nu voor het eerst zelf heeft meegemaakt hoe dat gaat. Maar ook Paulien, mijn oudste zus. Zij heeft zelf 2 kinderen. En ik vond het gewoon zo bizar dat zij nu eigenlijk vanuit een hele andere kant heeft gezien hoe een bevalling live eraan toe gaat. Maar ook gewoon zelf heb ik het nu dus terug kunnen zien. En wat een zieke oerkracht wij vrouwen hebben is echt insane. Want op dat moment dat de baby er is, is alles gewoon klaar. Tenminste, dat denken heel veel mensen. Ja, roze wolk de dagen daarna. Maar dat is allemaal ook wel even pittig. Ik moest daar ook wel echt weer even aan wennen dat ik daarna weer moest herstellen, maar daar vertel ik je straks over. Maar goed, de bevalling zat erop binnen 2 uur. Ze was om 2 uur 's nachts geboren, 2:04 om precies te zijn. Het was de snelste bevalling van alle drie, of van alle, van alle drie de bevallingen. Ik heb de vorige keren heb ik er 4 over gedaan en de eerste keer was volgens mij 3,5 zoiets. Dat vanaf het moment dat de vliezen braken tot aan het bevallen. Ik kan je zeggen dat de derde echt bizar snel is gegaan. En daar ben ik zo blij om. Want ik keek er zo erg tegenop de derde keer. Ik weet niet wat het is. Maar je hebt gewoon natuurlijk al ervaring met de vorige keren. En de derde keer ben je toch wat meer panisch over alles. Je denkt dat je het niet kan. En dat ging eigenlijk de hele tijd in mijn hoofd om. De dagen voor de bevalling. Maar zo zie je maar, binnen 2 uur was ze er gewoon. En het was ook misschien hooguit een 1/2 uurtje persen. En toen had ik haar in mijn armen. Dus ik ben heel blij dat het op deze manier is gegaan. Dat ze gewoon gezond thuis is geboren. En dat ik haar hier in deze omgeving heb kunnen laten wennen meteen op het moment dat ze eruit kwam. Voor mij was het ook gewoon super fijn en voor Dwayne ook om daarna lekker te douchen, in onze eigen bed te liggen, zonder dat we vanaf het ziekenhuis naar huis moesten. Dus eigenlijk alles wat ik had gehoopt, zo was het ook gegaan. Geen complicaties, een gezond babytje ter wereld brengen was echt mijn wens. En dan het liefst ook thuis met mijn zussen erbij, was ook gelukt. Dus ze is er en we maken het super goed. En de dagen daarna was wel weer echt even wennen. Maar binnenin moest er wel wat gerepareerd worden. En die hechtingen, dat op zich voel je dat tijdens het plassen wel als je niet spoelt met water. Maar ik heb dus zo'n ding.
Dat je kan spuiten onder, ik weet even niet hoe het heet. Ik zal het wel even linken hieronder, want dat is echt top als je net bent bevallen. Want je kan dan ondersteboven spuiten met zo'n spray. En daar doe je dan lauw warm water in. En dat werkt voor mij echt top. Want als ik met koud water deed, vond ik ook wel fijn. Maar lauw warm voelde net even alsof het wat meer schoon werd. Maar de dagen daarna moest ik wel echt wennen aan de newborn dagen. Ook gewoon weer het herstel was best wel pittig, omdat ik een vrij vlotte bevalling heb gehad. Had ik heel veel last van naweeën. Eigenlijk deed alles gewoon pijn. Mijn borsten deden pijn. Down under was ook wel gevoelig. Maar na een week was alles gewoon plots klaar. En was dit herstel echt ziek snel gegaan. De eerste keren vond ik dat na 2 weken pas een beetje wegtrok allemaal. 2-3 weken dat ik herstelde. En nu zijn we 1,5 maand verder. En heb ik echt het gevoel dat ik volledig hersteld ben. Mijn lichaam is weer de oude. Behalve mijn buik is wel wat slapper. En het is niet meer wat het was. Maar op zich vind ik dat gewoon prima. Dat is wat je natuurlijk voor lief neemt als je 3 kinderen hebt uitgeperst. Binnenin en down under was het al gewoon heel snel hersteld en heb ik ook nergens meer last van. Ik hoor wel vaker van mensen dat een 3e bevalling super snel gaat. En de 4e en de 5e en de 6e, hoeveel kinderen je ook hebt. Maar ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan. Dus ik ben heel dankbaar voor dat het gewoon zonder complicaties kon. Dat we allebei gezond zijn en dat het zo vlot mocht gaan. En ik ga trouwens ook weer proberen om wat meer actief hier op YouTube te zijn. Want ik merk dat ik het toch ook wel echt heb gemist. Ik moest gewoon echt weer even mijn draai vinden met baby erbij. En ook nog 2 kinderen die ik heb rondlopen. Dus het was gewoon weer even pittig en in een routine komen. Maar intussen kan ik zeggen dat we die routine wel weer hebben gevonden. Dus jullie gaan me snel weer terugzien in een vlog. En voor nu wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer.